Met een tweetal autobussen zijn in enkele dagen 56 Zweedse boeren ons land doorgetrokken om zich op de hoogte te stellen van de in de tuinbouw en bij de fruitteelt gevolgde methoden. Hier zijn de heren in een boomgaard in de Betuwe. De aanwezige Nederlandse fruittelers zullen de Zweden over de oogstbouw wel het een en ander hebben kunnen vertellen. Een nieuw soort grasmaaimachine trok hier ook de belangstelling. In het Westland werd een bezoek gebracht aan een tuinbouwproefstation. Hier worden geregeld bemestingsproeven genomen, onder andere voor aardbeiplanten. De bemesting geschiet met stikstof, fosfor en kali, waarvan men de beste verhouding tracht vast te stellen. Deze wordt in cijfers aangegeven. Hier bijvoorbeeld 6 delen stikstof op 4 fosfor en 8 kali. Voor druiven zoekt men vooral naar de juiste temperatuur. De Zweedse boeren hebben gedurende hun studiereis kunnen waarnemen hoezeer de Nederlandse tuinbouw ijvert voor de kwaliteitshandhaving van zijn producten.